Geluid maken en horen. Nou, we zien daar twee astronauten en de vraag is, is er in de ruimte nou geluid of niet? Nou, er is geen tussenstof, geen medium waardoor de geluidsgolven zich kunnen verplaatsen, dus in de ruimte is geen geluid. We kijken eens naar de geluidssnelheid door verschillende gassen. Hier staat het type gas en daar de geluidssnelheid in meter per seconde. Nou, door koolstofdioxide gaat het niet zo snel, door lucht varieert het nogal, het hangt van de temperatuur af. En bij 20 graden zie je dat de geluidssnelheid 343 meter per seconde is. Die is wel handig om te onthouden. Adem je helium in, dan krijg je een hoger stemmetje. De geluidssnelheid is ook een stuk hoger door helium, omdat het een lichter gas is. Hier zie je de geluidssnelheid bijvoorbeeld door staal, een vaste stof. Die is heel groot, 5 kilometer per seconde ongeveer. Nou, door vloeistoffen zoals water gaat het ook nog vrij hard. Maar door gassen, zoals lucht, dus minder hard. Dus geluid gaat het gemakkelijkst door vaste stoffen in het algemeen, dan door vloeistoffen en dan door gassen. Rubber als vaste stof, er zit vrij veel lucht in en kurk ook. Het zijn isolatoren, die geleiden niet zo goed. Als ik wil weten hoe ver een onweer vandaan is, dan kan ik het volgende doen. Ik let op de bliksem. En die is direct bij je, want die gaat met 300.000 km per seconde. Dan tellen we het aantal seconden tussen de bliksem en de donder. De geluidssnelheid bij 20 graden is 343 meter per seconde. We hadden 6 seconden geteld tussen de bliksem en de donder. Dan kun je zeggen de afstand is 343 meter per seconde keer 6 seconden, 2058 meter. Een vuistregel is, omdat het geluid ongeveer 3 seconden per kilometer gaat, is het aantal seconden te delen door 3. Stel je 6 seconden tussen de bliksem en de donder, delen door 3, heb je 2 kilometer. Heb je 9 seconden, is het ook al gevaarlijk, is het 9 gedeeld door 3, is 3 kilometer. Nou, vroeger deden ze een experiment, schoten ze een kanon af, en dan kon je de geluidssnelheid bepalen door lucht van bijvoorbeeld 30 graden Celsius. Nou, wat gebeurt er? Je schiet het kanon af, de flits die zie je direct, en je staat 3,5 kilometer verderop. Maar het geluid gaat natuurlijk een stuk langzamer, en we zien 10 seconden tussen de flits en de donder. Hoe snel gaat het geluid dan? Nou, de afstand is 3,5 kilometer, de tijd 10 seconden. Dan is V geluid, de afstand gedeeld door de tijd, 350 meter per seconde. Nou, in de Alpen bijvoorbeeld hoor je een echo, dan wordt het geluid teruggekaatst. Laten we eens even kijken hier naar de vleermuis. Die vindt de mot heel erg lekker, daarom kan de mot ook heel erg hoog geluid horen. Het beste van alle dieren, want de vleermuis maakt ultrason geluid. En wat hij dan doet is, dat reflecteert en afhankelijk daarvan weet hij aan de hand van de tijd die daartussen zit, hoe ver die verwijderd is. En dan krijg je ook nog een bepaald beeld te zien automatisch. Dus hij kan in het donker die mot opsporen. Nou, eens even goed lezen wat er staat. De vleermuis hoort het door de mot teruggekaatste geluid na 0,12 seconden. Hoe ver was de mot van de vleermuis verwijderd? Dus hij zet het geluid uit. Na 0,12 seconden komt dat ultrason geluid, zo heet dat, terug. Hoe ver is de mot verwijderd? Nou, de snelheid van geluid pak je door lucht van 20 graden Celsius. Tijd is 0,12 seconden. En dan krijg je S is V geluid keer T. 41,2 meter. Maar dat is de afstand heen en terug. Dus je moet hem ook delen door 2. En dan heb je de afstand tot de mot. Nou, nog een som. Een groep dolfijnen zwemt in de oceaan. De dolfijnenmoeder zendt een geluidssignaal uit naar haar kinderen. De afstand, als die 300 meter bedraagt, hoe lang duurt het dan voor de jongen het geluid horen? Dan moet je de geluidssnelheid opzoeken door zeewater. Die is anders dan door zoetwater van een rivier. Die is 1500 meter per seconde. De afstand is 300 meter. Nou, dan is T, S gedeeld door V gemiddeld 0,2 seconden. Hier hebben we drie situaties. Een meneer die slaat op een plaat in de lucht. Die meneer slaat op een metalen brug. En deze meneer slaat op een paal in het water. Welk geluid bereikt het snelst de overkant? Nou, het geluid gaat het hardst door vaste stoffen, dus door het metaal.
Vervolgens gaat het hardst door, ietsje minder hard door de vloeistof, water. Aan de lucht gaat het langzaamst. Dat was de les.